Welkom vanuit Zwembad Aqua Rijn. U ziet de ploeg van UZSC Utrecht. Dat is de tegenstander van AZC Alphen. En zij worden voorgesteld voor deze tweede finale wedstrijd. Inzet is het landskampioenschap. AZC heeft gisteravond de eerste wedstrijd gewonnen. Betekent dat als AZC vanavond wederom wint, dat de Alphenaren landskampioen zijn. En als UZSC de winnaar is van deze tweestrijd, dan volgt er morgen een allesbeslissende derde wedstrijd. Van de Bresselaar. Van de Brink. En dat is het eerste doelpunt van de wedstrijd. Mike van de Brink met de 0-1. Een hele knappe goal. Net op de 30 seconden klok. Laatste seconde schiet hij die bal erin. Een hele knappe tater. Terwijl AZC eigenlijk al in de tegenaanval ging om UZC onder druk te zetten. Dus eigenlijk wel redelijk onverwacht ook. En dan krijgt hij de kans en het doelpunt. En hier ontbreekt het zeker verdedigend aan wat scherpte bij aan de kant van UZC. AZC brengt de bal snel op en de tweede paal ligt eigenlijk vrij. Knap paasje en knap doelpunt ook. Dejan Inzic, die de laatste weken o zo belangrijk is voor AZC. Op de midvoorpositie ligt Inzic weer. Ruimte wellicht iets verder daarachter bij Ivozovic. Inzic kan tot een schot komen. En de 2-1 voor AZC. Dejan Inzic met zijn tweede van de avond. Hele knappe goal. Wat je verdedigend ziet is dat Joep eigenlijk verwacht dat er iemand terug moet vallen in de zone om hem te helpen. Nou, dat gebeurt niet. Dus hij laat hem eigenlijk los. Waardoor Inzic relatief makkelijk kan scoren. Kasper Landewert krijgt nu de bal. En die maakt hem. Knappe tater weer. Twee taterballen, twee doelpunten. Nog 1 minuut en 8 seconden op de klok. Filipovic met de bal. Vrije schotkans. En de goal. 3-2. Ja, hier zie je de onervarenheid van Sebastian Hessels. Jonge speler, heel talentvol. Maar nog maar 16 die erin ligt en die eigenlijk simpelweg wordt gedraaid omdat hij net te veel hapt, zeg maar, op Milos zijn actie. Grote kans voor AZC als Choric de bal heeft. Gaat schieten en scoort. 4-2 voor AZC met nog 3 minuten en 40 seconden op de klok in de tweede periode. Ja, mooi doelpunt. Hij wacht lang genoeg. Hij wordt niet aangevallen. En dan is het best wel knap als je redelijk tegen de 2 meter aan ligt dat je hem zo ver hoek erin kan schieten. Zowel De Meij als Tienstra nu in het water namens AZC. Filipovic gaat van alles al schieten. En wat een doelpunt. En wat een ontlading voor Filipovic met de 5-2. Dit is echt wel een knappe bal hoor. Ik bedoel, hij wacht heel lang met schieten, blijft goed hoog staan. En op zo'n moment dan toch nog zo'n schot kunnen loslaten is echt heel erg knap. Hij wordt dus ook niet op tijd aangevallen door de verdedigers van Utrecht. Ze twijfelen ergens. Dus niemand pakt zeg maar de verdedigende actie. Nou ja goed, en nu 3 verschil. Choric. Miralis. Schot moet er nu gaan komen van Choric. En het doelpunt. De 6-2. Wat een fantastische goal zeg. Wat je heel goed ziet is, hij dreigt eigenlijk per hoek en hij schiet hem om het blok heen, tater kort hoek. Echt een fantastisch mooie bal. Filipovic. Van Mil zwemt door naar de midvoorpositie. Zo heeft AZC weer 2 man voorin liggen. Filipovic. 7-2. En is dit dan de beslissing voor AZC? Ja, ik geloof dat je dat aan mij vraagt. Ik durf daar geen begrip op in te nemen, maar dat ze nu een ruime afstand hebben, ja, dat is gewoon wel zeker. Werd verkeerd geblokt, dus Ruben verwacht dat schot daar ook niet. Net de bal. Choric die ligt op de 5 meter lijn. Op de doellijn, Hoepelman. De kans voor AZC op de 8-2. En Choric met het doelpunt. Terwijl hier de 8-3 gemaakt wordt door Van der Bresselaar. Eindelijk weer een doelpuntje voor Utrecht. Ruim 2 periodes zonder doelpunt geweest. En dat brengt de marge terug tot 5. Nog 5 seconden. Miralis naar Filipovic.
Laat hem dan vallen. Het scoort alsnog. Vlak voordat de zoemer klinkt voor het einde van de derde periode maakt hij er 9-3 van. Ik wilde bijna zeggen waarom schiet je, maar hij had natuurlijk maar 10 seconden. Ja, deze schiet je gewoon netjes eigenlijk tussen Rubens' handen door. Dit kan er dus eigenlijk ook nog wel bij. En dat is Aantjes. De derde P. En dat is Ivozovic, die moet eruit. Dat is een derde persoonlijke fout. Dus die gaan we niet meer terugzien. En gelijk het doelpunt van UZSC. Ik ben bang dat het iets te laat is, maar op zich is het wel knap dat ze hun rug rechten. 9-4 nu. Vrouwenvelder, de oud-AZC'er die je maakt. 5 minuten te spelen, 5 doelpunten verschil. En we steven af op de laatste minuut. En je ziet dat die wedstrijd een beetje doodbloedt, want de buit is al binnen. En het spandoek. AZC kampioen wordt naar beneden gehaald. Als de laatste minuut inmiddels is ingegaan. 50 seconden nog. En het doelpunt. En hoe anders kan het ook dan Filip Koris echt met een... Ja. Een loeihard schot, maar wel door het midden. Gaan we nog een doelpunt maken. 10-4. AZC landskampioen. Het hangt in het bad. En over 30 seconden is het ook officieel. De spelers feliciteren elkaar alvast in het water. 45 seconden. 40 seconden. Van der Brink zwemt op zijn dode akker met akkertje op. Naar Van der Bresselaar. Het applaus klinkt van de tribune. Stefanovic zegt, jongens, nog even zitten. Nog even die laatste paar seconden afmaken. En nu heeft AZC de bal. En nu gaat AZC de bal gewoon bij zich houden. Eén groot feest op de bank, zoals je kan zien. En dan gaat zometeen het hele team te water in. Joric heeft de bal. We gaan aftellen. En het publiek doet het alvast. 3, 2, 1. En AZC is kampioen van Nederland. Dankzij een 10-4 overwinning op UZSC Utrecht. En dan zien we iedereen in het water. Ook Mandolini in het water in. Kjell Boom, een van de andere assistenten, in het water in. Marcel Komen, de teammanager, coaches. Nemanja, Stefan de Vries en Ron van der Wild. En er komt zo meteen onder in beeld de kampioenschaal binnengelopen. En dan mag Nico Borst hem gaan uitreiken. En het feest is compleet. Mooi feest, mooi. En dit is de man, hè. Ron van der Wild, hij heeft hem eindelijk in zijn handen. Het zal nog lang onrustig blijven hier in Alphen aan de Rijn. Jaar geleden voor het laatst. Nu moest het echt gaan gebeuren. Hoe zit het dan met de druk die je voelt? Nou, ik persoonlijk heb natuurlijk, dit is mijn eerste jaar bij Alphen, dus die druk heb ik misschien wat minder. Maar goed, we hebben natuurlijk wel de druk opgelegd gekregen van buitenaf en van de trainingstaf dat het dit jaar moet gebeuren. En ja, we hebben het gedaan, dus ik denk dat de druk was aanwezig, maar gewoon goede, gezonde spanning.
En in die wedstrijd hebben we dat van ons af kunnen spelen en dat hebben we laten zien. Dus dat was erg mooi. We finished the job on the good way. This is trophy for them. Also for our supporters who came in the big number to support us. Thank you for all club, for the management, for all people who support, who help here. Thanks for everybody. This is a success of all of us. Zit er nou nog iets van wraak bij jou erin? He, want er wordt heel veel gezegd over AZC door de mensen van buitenaf. Van, nou ja, toch even lekker een lange neus trekken naar iedereen die zo negatief over ons is. Ja, weet je, dat maakt me echt niet uit wat iedereen over Alphen zegt. Ik heb het super naar mijn zin hier. En natuurlijk lees ik ook wel eens wat op social media en hoor ik ook wel eens wat dingen dat mensen over Alphen zeggen. Maar goed, we hebben nu in het denk aan iedereen laten zien en iedereen de mond gesnoerd. Dus ze kunnen zeggen wat ze willen, maar uiteindelijk hebben we het wel gedaan dit jaar.